groot deel van de horeca wil volgende week de terrassen openen. Wat vindt u van die actie? Ik zeg niet doen. Dit is niet voor de bühne. Nee, het terras gaat sowieso naar buiten. De koek is op. Je kunt het namelijk gewoon heel simpel oplossen. Is door verantwoord en op een gepaste afstand de terrassen open te zetten. We moeten het niet doen, want als we buiten die maatregelen om toch gewoon zeggen, weet je, ik heb een lak aan, ik ga mijn dingen doen. Ja, dan krijg je alleen maar dat die pandemie verder om zich heen grijpt. Dan zijn we nog verder van huis. Er wordt gehandhaafd? Er wordt gewoon gehandhaafd. Het gebeurt nu ook al. Hè? Je wil zoveel mogelijk, zo snel mogelijk openen. En daarvoor zullen we op 8 maart weer moeten kijken. Maar echt, mensen, hou je aan de regels. Hoe groter de kans dat we straks weer wat kunnen. Ik ben met gesprekken bezig met samen met mijn collega van EZK om te kijken met de branches. Oké, mensen, laten we nou echt plannen maken om in ieder geval te kunnen presenteren aan het OMT. Goed te kunnen zien, oké, zouden we toch nog op de een of andere manier op een afzienbare periode open kunnen. U zegt 8 maart is het volgende weegmoment. Nou ja, dan weet u dan, hè, dan is er weer een persconferentie. Dan moeten we kijken welke ruimte er is. En hoe beter we ons aan de regels houden, ja, hoe groter de kans dat er ruimte is. Want als ik naar gisteren kijk, was er alweer stijging van de besmettingscijfers. En dat in een fase waarin we al wat risico nemen. Zij zeggen dan van ja, dan moeten we 100% worden vergoed. De vaste lasten bijvoorbeeld, het wordt niet 100% vergoed. Ja, we hebben een uitgebreid pakket. Er is in Q4 van vorig jaar 900 miljoen uitgekeerd. In het eerste kwartaal al 255 miljoen, waarvan iets minder dan de helft ook aan de horeca. Dus we ondersteunen veel. We hebben het steunpakket natuurlijk al een paar keer fors uitgebreid. Ook deze weer, waar weer wat grotere horecaondernemers bijvoorbeeld van profiteren. En we lopen daar ook echt tegen de grenzen van onze uitvoering aan. Dus ik wil ook echt bewaken dat alles wat nu wel goed gaat in die steunpakketten, dat dat weer niet in gevaar komt. Kijk, en ik snap, het beste zou zijn als je open kunt. En dat kan alleen als iedereen zich echt aan die regels gaat houden. Dan komt er weer perspectief en licht aan het einde van de tunnel.